eerste dag ben ik rondgelopen van... jongen, jongen, is te moeilijk, moet ik niet doen. Het is een heel lastig gebouw. Niks is recht. En de ruimtes zijn ook niet van elkaar afgescheiden. Dus het is een beetje een soort snelwegovergang. En dat is op zich wel interessant, maar heel moeilijk voor video-installaties. Ik ga toch vrij op mijn gevoel af in het begin. Ik weet nog dat ik vrij snel al meteen een soort associatie had met die etsen van Piranesi. Cassieri di Invenzioni, dus dat zijn imaginaire gevangenissen. Gebouwen die niet kunnen bestaan. En ja, als je hier in een atrium staat, dan ziet het eigenlijk gewoon een beetje zo uit, maar dan in het echt. Correction gaat over portretten van mensen in Amerikaanse gevangenissen. Het past heel goed in die zaal die ze hier hebben, wat eigenlijk oorspronkelijk een deel van een kazerne was. En dat soort strenge militaire gevoel, dat sluit heel goed aan bij Correction. Een soort, ik noem het de twilight zone tussen film en fotografie, daar werk ik heel veel mee. Dus ik film op een zeer onfilmische manier, dus dat er bijna geen beweging is. En dat tijd heel erg een materie is waarmee ik beeld houd. How long does the paint take to dry? Do you know? What? How many hours does the paint take to dry? Sì, ok. No, quanto ore se secco? Se, ah, se asciuga? Sì. Tre ore. Tre ore? No, sta bene. Va bene. Nee, ik wil met de lens shift dat doen. Dat heb je net gedaan. Dat heb jij net gedaan, maar hij was niet op de lijn. Hij is niet op de getekende lijn. Ja, dus zet ik hem nu recht. Ik kijk daar naar die. Ja, ja, laat maar. Niet meer, niks aan, nergens aan zitten. Nee. Ik wil het liefste die rode lijn op die rode lijn hebben. Even denken. Moet meer naar voren. Ja, hallo. Als kunstenaar ben ik ook tentoonstellingsmaker. En ben heel erg bezig met hoe elke solo tentoonstelling die ik maak, hoe die werkt. Hoe die in elkaar zit en hoe die werken met elkaar spreken en met de ruimte. Ik praat er vaak over als een soort maaltijd. Hè? Wat heb je vooraf? Dan wordt het hoofdgerecht, dan wordt het toetje. En dat probeer ik heel... lekker en goed in elkaar te koken. Thank you.
tijd hebben al die werken in mijn tentoonstelling hier te doen met de vraag wat is een museum? En ook wat voor architectuur moet je daarvoor maken? Ja, hier probeer ik iets nieuws uit. En dat heeft te doen met de architectuur, dat ik besloten heb om in die grote zaal boven geen muren te bouwen. En voor het eerst het geluid via koptelefoon te laten horen, maar dan op sensoren werken. Dus de tentoonstelling heeft wel degelijk muren, maar die zijn onzichtbaar en je kan er doorheen lopen. En je kan helemaal zelf wegdromen in je eigen belevenis daarvan. I must tell you that in all this province of Marbar there is no master tailor or dressmaker to cut or stitch cloth because the people go stark naked all the year round. And you must know that in eating they use only the right hand. They would never touch food with their left. You must know that this country produces quilon Brazil, which is very good. Also pepper in great abundance in all the fields and woods. There is plenty of good indigo, which is produced from a herb. The people are idolaters. They have no grain other than rice. They have sesame from which they make oil. The island also produces sapphires, topazes, amethysts, garnets and many other precious stones. Je hoort citaten uit Marco Polo's reizen, The Travels. Het is een soort imaginaire museum. Want wat ik gedaan heb is een filmset opgebouwd die zou kunnen uitzien als Marco Polo's privémuseum of zijn depot. En dat wordt geconfronteerd met opnames van de situatie nu in die landen waar hij naartoe reisde. Je krijgt een soort link, een brug van 800 jaar. En het gaat ook heel erg over de globale economie van nu. Het is een land van veel villages en towns, amply stocked met de means of life. It also affords good sport with all sorts of wild game, both beast and fowl. The climate, however, is far from healthy. It is, in fact, extremely enervating. The Georgians are a handsome race of doughty warriors. They are Christians and observe the rule of the Greek Church. Near the Georgian border, there is a spring from which gushes a stream of oil in such abundance that 100 ships may load there at once. Cloud Island. Het is een werk wat ik in Japan heb opgenomen op een hele kleine eiland. Inojima heet het eiland. 100 jaar geleden woonden daar, geloof ik, 2000 mensen en nu wonen er iets van 50. En de gemiddelde leeftijd is iets van 70. Dus het eiland sterft uit. En er is een weldoener gekomen die bedacht heeft dat hij in feite de eiland wil omtoveren tot een museum voor kunst. Dus het hele eiland wordt een beetje een soort museum. Het werk wat ik hier voor het eerst ga tonen en waar de naam van de tentoonstelling vandaan komt, heet Inventory. En Inventory is in Londen opgenomen in een museum. In een kleine privémuseum, wat in feite een soort tijdscapsule is. Het is prachtig, heel klein, heel krap behuisde museumpje van een man die behoorlijk excentriek was, denk ik.
En het is, hij heeft het in zijn testament zo nagelaten dat er niks meer veranderd aan mocht worden. En dat het open moet blijven voor het publiek. Dus je kan lopen, rondlopen in zijn huis. Dat voelt een beetje bijna alsof je in zijn kop rondloopt. En dat is gewoon 250 jaar geleden of zoiets. 200 in elk geval. En hij was een neoclassicistische architect. Hij is als student naar Rome gekomen voor 2 jaar. Hij heeft de Grand Tour gedaan, wat toen heel erg iets was om te doen. En Rome was voor hem, antieke Rome, was voor hem het soort summum. Dat wilde hij maken. En dat wilde hij, heeft hij heel erg zijn leven lang bestudeerd. Dus hij heeft in feite een soort mini-Rome nagebouwd in zijn eigen huis. En ik heb dat dan gefilmd en dan hier naartoe terug getransporteerd. En dat verplaats ik binnen deze architectuur. Dus het is een botsing van tijden, van culturen. Het is een museum in een museum. Het is een verzameling in een verzameling. Dus het gaat ook over tijdelijkheid. Het gaat ook over vluchtigheid. Kunst is daar altijd mee bezig, met het verzamelen van zogenaamd dode dingen. En dat interesseert me wel. Ben je zelf ook eigenlijk een verzamelaar? In mijn hoofd en met de camera. Maar ik word met de camera verzamel ik wel, maar ik word kriebelig van heel veel rommel om me heen. Dus ik hou daar niet van. Je spaart niks thuis? Nee, ik ben geen... Begrijp je mensen die verzamelen? Met moeite. Mijn vriend die mijn vriend komt thuis met alles van de straat. Sorry hoor. We hebben lange discussies thuis over... Komt hij weer niet thuis, naar huis? Veel. Ik hoop dat ze het mooi vinden, wat dat ook mag betekenen. Ik hoop dat ze geïnspireerd worden en gestimuleerd worden om na te denken over heel veel dingen. Over kijken, over wat is beeld, over wat is kunst. Ik denk wel dat beelden sterk genoeg zijn om een hele hoop te openen zonder dat je het helemaal hoeft uit te leggen. Je kan het ook niet eens uitleggen. Er is een hele gebied voorbij taal, voorbij woorden. En daar hou ik me graag mee bezig.